Goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes. Hier is uw favoriete omroep FBC. Goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes. FBC heeft u vanavond weer een paar boeiende programma's te bieden. Om 19:30 kunt u weer kijken naar een nieuwe aflevering van Happy Days. Daarna, en dat is ongeveer om 20:30, kunt u kijken naar Nederland Muziekland. En als hoofdfilm van vanavond hebben we Hooghaken Echte Liefde. Maar nu beginnen we als eerste met een nieuw programma. Onbekend, bekend. Onbekende artiesten kunnen zich langs deze weg bekendmaken. Vanavond hebben we in ons midden de Fools met het liedje Rainbow. Ik wens u nog een gezellige avond. Goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes. Naast mij zitten Theo Gladines, Peter Baartmans en Gerard Kempers. Ik zal aan hen een paar vragen stellen. Theo, wat denk je aan bij het woord 3C? 3C, dat is in mijn gedachten een heel bont gezelschap. Stoere binken en ranke lelies zie je daar verenigd. Maar let wel, zowel mannelijke als vrouwelijke binken. Hè? Mannelijke en vrouwelijke lelies. Vandaar, en dan loop ik eventjes vooruit denk ik, dat de titel van hun song zo toepasselijk is. Rainbow, want daar zit werkelijk alles in. Van rood tot violet. Ja. Ja, ook aan het liedje Rainbow. En we hebben dat heel snel opgenomen, dus het was allemaal snel gebeurd. Er werd door 3 meisjes gezongen. En nou, dat is voor mij eigenlijk 3C. Een hele snel werkende groep en een heel snel werkende klas ook, denk ik. Dat weet ik niet. Denk het wel. Nou, ik ken ze ook nog niet zo vreselijk lang, maar ik heb ze nou meegemaakt. En ik moet zeggen dat het een hele gezellige groep is. Ook heel muzikaal en werken ontzettend fijn samen. En dat merk je ook in het liedje Rainbow, wat je straks gaat horen, denk ik. Wat vind je van het liedje Rainbow? Nou, dat liedje, denk ik, heeft het helemaal. Je moet dat gewoon meegemaakt hebben, hè? Al is het maar 1 keer in je leven. Dat is een goed stuk. Er zit echt, ik bekijk het dan misschien wat aan de muzikale kant. Er zit echt goede opbouw in. De tekst die komt heel goed overeen met de melodie. En een hedendaags, eigenlijk, ja, disco-funky ritme, dus erg goed. Ja, ik kan niet anders dan hetzelfde zeggen eigenlijk. Zonder tekort te doen aan de andere liedjes die we ook nog hebben gehoord, denk ik dat Rainbow qua muziek heel goed in elkaar zit. En echt een beetje een commerciële sound heeft, zonder dat het commercieel dan negatief bedoeld is. Maar een sound wat het heel goed gaat doen, denk ik, en wat gewoon aanspreekt. Ik heb het 1 keer gehoord, daarna kon ik het al fluiten. En dat is een teken dat het een goed liedje is. Hebben onze artiesten talent? Ongetwijfeld. En naast dat talent een hele grote inzet. Die waarschijnlijk bij dit liedje te groot geweest is zelfs. Want midden in de nacht belden mij verontruste ouders op. En die zeiden, mijn zoon of dochter die droomt zo raar. Rainbow, rainbow. En wij zijn vroeger ook verliefd geweest, maar dit is te gek. In die mate kennen wij dat niet. Ja, het is natuurlijk zo dat ja, talent moet altijd nog een beetje blijken. Maar ik denk dat het wel goed zal komen. We zullen straks ook zien de manier waarop ze het brengen. Dat zegt ook veel van het talent. Maar, en dat heb ik eigenlijk al eerder gezegd, als je ziet hoe snel dat liedje op de band stond, dan hebben ze muzikaal gesproken zeker talent. En wat betreft het presenteren van het nummer, zal dat eigenlijk toch nog wel moeten blijken, maar daar heb ik eigenlijk geen angst voor. Ja, een goed liedje, als dat slecht gebracht wordt, dan is het ook slecht. Dus, en ik denk als je dit hoort en ziet, dat de mensen die het doen echt veel talent hebben, waardoor het liedje ook ontzettend goed overkomt. Niet alleen muzikaal, qua zangprestaties, maar ook de hele act, de hele presentatie. Alles past precies in elkaar. En ik denk dat, dat die groep nog grote successen tegemoet kan gaan. Wilt u nog iets vertellen over 3C? Nou, over 3C in het algemeen, of bedoel je de... Wat bij je opkomt over 3C? Ja, wat zal ik daarvan zeggen? De slechte dingen durf ik niet te zeggen. Dus automatisch zijn het alleen goede dingen dan. Maar ja,
Je bedoelt toch niet de speciale artiesten die nu op de voorgrond treden, maar de klassers geheel? Nou, je mag ook wel over de artiesten vertellen. De artiesten afzonderlijk. Nou, dan denk ik op de eerste plaats aan Corinne Moors. Hè? Dat is een absolute topper. Het is een van de weinige artiesten naar wie tijdens het leven al een straat is genoemd. Want zij woont zelf, nota bene, in de Moorseweg. Corinne Moors, Moorseweg 12, Nieuw-Vosmeer. Ja, dat is gewoon het einde natuurlijk, hè. En dan, ja, wat moet ik van de anderen vertellen? Hanneke van Broekhoven. Tja, ja. Toen ze een jaar of drie was, in de winkel van haar vader, verfwinkel, gaf zij al drumsolo's ten beste op de verfblikken. In die tijd, zegt men, waren de verfkwasten niet aan te slepen, dus echt, het zit er van het begin af aan in. En dan die Nicole Geers, ja. Je weet dat ze thuis een schoenwinkel hebben, hè. Nou, toen Nicole in haar pampers nog rondkroop, dus dat is toch wel erg pril, zat ze al xylofoon te spelen daar op de schoendozen. De kartonprijzen toen, die rezen uit de pan. Dus ja, vanuit zo'n verleden kun je natuurlijk alleen maar geweldige prestaties verwachten, hè? Nou, klas C ken ik dus, 3C ken ik helemaal niet zo goed. Ik wil alleen nog even zeggen dat ze een ontzettend goede keuze hebben gedaan. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Als je als klas aan iets begint, is de keuze waaraan je begint en hoe je begint en wie je er vooruit kiest natuurlijk erg belangrijk. Nou, dat hebben ze ontzettend goed gedaan. En ze werken erg hard en ik wens ze alleen nog maar heel veel succes. Ja, ik zal het heel kort houden. Ik denk dat het een heel swingend jongstel mensen is. We sluiten af met de interview. Bedankt heren voor jullie medewerking. We schakelen over naar Studio 2. Hallo dames en heren, jongens en meisjes.
Deze uitzending kwam tot stand door medewerking van Discotheek Odyssey. Meubeltoonzaak Blauwe Zaal. Kleding Jaap en Rieke. Foto Verschuren. Drukkerij firma P.A. Vermeulen. Radio. 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 Radio Stad. Radio Stad. Gerard Kempers, Theo Gladines, Peter Baakmans. Koster D. Aria van der Wegen. En alle leerlingen van 3C. Op donderdag 16 juni aanstaande zal 3C met spandoek over het plein lopen.